Een push. Een push. Eén. Een zakje. En twee. Neem maar een bluf van hier en daar en blaas uit. Eén. Drie. Vier. Hup. En vijf. Ah, het is je boy Toes. Een hele goede middag. Welkom bij vlog nummer 2, jongens en meisjes. We zijn onderweg naar Breda. Jullie hebben waarschijnlijk in de titel wel gezien langs wie wij vandaag op bezoek gaan. We gaan op bezoek bij niemand minder dan Mo Bicep. Voor de mensen die Mo Bicep niet kennen, die gaan hem vandaag met mij leren kennen. Zoals jullie weten heeft iedereen talent. Bij één is het voetballen, zoals bij mij. Bij iemand is het koken, bij iemand anders is het dansen. Bij hem is het gymmen. Hij is zo vaak in de gym te vinden, dat mensen denken dat hij daar woont. Dus ik zou zeggen, ik neem jullie allemaal vandaag mee. En hopelijk dat jullie ook zo hard gemotiveerd geraken, net als mij. En ik zou zeggen, ik neem jullie allemaal mee vandaag om te kijken hoe een dag van Mobis eruit ziet. Tot zo. On se taille à la tour 3, 350 en shit, 250 en B. Juste après, je vais me caler avec une gadget à la tour 4. Du Biggie, du Tupac, je suis pété, ouais, sous Jack. Voor alle mensen die Mo Bicep kennen, weten dat je dit nodig hebt en niveau. Een goeie schepje. Doos. Fuck doos. Waar is die vriendin die dop? Hij weet wat hij betekent. Shaky, 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 papa. Zak op doos. Oké, zoals jullie zien hebben we net die pre-workout gemixt met die spa blauw. En voor alle mensen die Mo Bicep kennen, we hebben net een pre-workout gedaan met die spa blauw. En je weet wat die betekent? Shaky, 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 papa! Ah, het is je boy Toes, we zijn eindelijk aangekomen in Breda. We gaan zo meteen Mo Bicep checken. We zijn aangekomen bij Basic Fit, zoals jullie net zien. Dus vandaag ga ik jullie allemaal meenemen. We gaan slopen. Ja, Marokkaanse tijd. We hebben afgesproken om 2 uur. Dit is mijn broeder. Dat was uur afgesproken. Deze man komt om 3 uur. Anti-Marokkaanse tijd. Mo Bicep, als ze hebben, ga die vandaag straffen. Als ik die kan straffen in de gym. Want die man. Het is normaal. Nee, pas komt hij aan om 3 uur. Jullie weten wat dit betekent, als ik dit laat zien, dat betekent altijd een shake gepakt. In de auto. Hij heeft al een shake gepakt in de auto, dat is niet mijn shake. Dus dat betekent, hij gaat gewoon gesloopt worden vandaag, inshallah, in de gym. Jullie gaan het zo te zien, we gaan je meenemen. En jullie zien het, Mo Bicep is gewoon al die gym day. Ik ben klaar om gesloopt te worden. Hey, Mo Bicep is er om mij te slopen, we gaan het zelf zien. We zullen het zo meteen zien, man, brother. Kom, goed. De eerste oefening die ik met mijn brother ga pakken, de bench press. Jullie kennen de bench press sowieso, brother, want anders is Jimmy niet, nee. Deze oefening pak ik 15 keer met mijn broer. Even een beetje rustig zakken en stoel uit. Bam. La charge en Vespa, la 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 la. Bouteille de Belvedere. Et j'ai croisé mon père. Je suis trop terre-terre. Dan heb je mensen die komen om te filmen en mijn bicep zien. En opeens zin krijgen om te fitnessen, dan ga je fitnessen in jeans. Wat heb je daarop te zeggen, broer, mensen die fitnessen in jeans? Ik zeg, maar ik zeg, het moet vast gewoon hoog zelf. De cameraman begint gewoon spontaan mee te doen, papa. Hé, hey, wat moet ik je zeggen, nee? Want ik kom gewoon met spijkerbrakken à la Sani. Avec une gadget à la tour 4. Je Biggie, du Tupac, je pété, ouais, sous Jack. Avec les coupards, j'ai une tête coupable. Je suis à la K1. De tweede invoeding die we gaan pakken, bradas. Die inkleid, dumbbell flight. Ai, 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 we gaan zoeken. Je suis frais de la tête aux pieds, le videur veut me pointer. Je sors un violet live. Deze oefening is ook voor je been. Voel je hem ook een beetje je been? Nee. Dat was hem die steekvraag. Je weet hem, misschien zegt hij. Ja, maar mijn been voel ik hem ook. Nooit kan je gelijk eens zien. Je te charge en Vespa. Fais pas la penteuse, ne me dis pas. Que je rappe, ouais, garde pour toi. Ne t'immunique pas, ne t'immunique pas. Y'a que les seins dans la pièce, ouais, tu veux que je cache quoi. Ce soir en singe, ouais, ce soir en temps. Kijk, ik met 8, met 10. Deze man pakt 30.
Is dat nog normaal? Ik voor u, deze man is thuis. Vier is nu tasje aan het maken. We zijn trop blad. En tout le monde fait. Ouais, 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 ouais. La 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 la. Ouloulouloulou. Boum 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 boum. En vrai, je l'ai vu. Hey, hoeveel heb je daar gedaan? Zie je dat? Dat bedoel ik. Mensen, wanneer ik bezig ben en ik hou hem in de gaten en deze man is aan het opdrukken, hij moet er 10 doen, hij komt dat 4, 5 keer opdrukken. Hou hem voor deze gewichtse zon. Hey, maak hem op, zie. Kom. Kom, 1, 2, 3, 4, 4 en 5. Kom, 6, hup, kom, doorgaan. 7, push en 8. Hup, 9 en de laatste zelf. Push, 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 push. Als hij overnieuw, omdat je gaat overnieuw. Dat bedoel ik altijd niet. Wanneer ik aan het trainen ben. Mensen denken, ik let niet op. Aan mijn bicep let altijd op mijn zin. Oké, dit is de vijfde oefening die we pakken voor het chest. Normaal gezien kun je deze ook met kabels pakken. Je kan ze met losse gewichten pakken, hoe we net deden. Maar die kabels zijn bezet, dus we pakken hem gewoon hier in de machine. En dat is ook een beetje makkelijk voor mijn brada, Ilias doet. Het was de vierde keer dat hij traint. Maar de belangrijkste tip is deze. Hak in de grond. Borst vooruit, hol de rug. Neem een hap lucht en blaas uit wanneer je kracht zet. Ten alle tijden wanneer je kracht zet, blaas je uit. Neem een hap lucht en blaas uit. Dus je gaat niet dit doen. Ik zie soms mensen pakken maximaal. Nee, tranquille, zet hem dan maar gewoon lekker licht. Ces gens sont devenus paro. Mademoiselle, t'as pas l'air gentil avec une tenue parée. J'ai un paquet de soucis, du doli dans le paquet de garrot. Donc j'ai pas le temps pour me caler. J'ai vu des frelons par terre, m'en parle pas. J'suis dans le bloc et j'fais mon job, j'suis rapta. La cliente est pimpante, j'suis barbare. Mais c'est. Zet maar iets lichter voor mijn brada, mijn brada gaat nu naar pakken. Nee, doe iets zwaarder, doe iets zwaarder, zwaarder. Iets zwaarder. Doe iets lichter. Met mijn pies! Nee. Zet twee lichter, bro. Snel. Doe maar twee zwaarder. Zie je, ik zeg twee lichter en deze man doet twee zwaarder. Ik zeg hem gewoon net als de eerste keer. Maar die motivatie van deze brada is ook te hoog. Hij zegt nee, doe maar twee zwaarder. Doe maar gewoon tranquille, eerst deze, borst vooruit. Lichtboek. En houd het krachtig op wanneer je teruggaat, ja? Ga je terug, rustig, ga pushen. Juist. Maar dan zeg nee, doe maar zwaarder. En morgen, brokko. Boei. Doe niet naar voren, joh. Zit die druk aan niet op de borst, niet op je schouder. Push. De maximale. We gaan kijken als mijn bicep het maximale eruit kan halen. Ja, ik zeg eerlijk, vandaag twee niet, man. Je weet wel, de kracht is op, man. Ik ben te laat gaan slapen. Maar we gaan het toch proberen van Bradas. Ah, kessen niet wat een zware zin, nou. Mijn biceps, maar oh, stond je, man. 1, 2, 3. Oei, je twerkt daar. Hij is aan het strijden voor die vlog. Oeh, dit is de eerste oefening die we gaan pakken voor de biceps. Ja? Jij moet je borst naar voren. Bij elke oefening blijf ik het zeggen. Borst vooruit. 1. Huh? Je gaat lekker rustig zakken en 2. Rustig zakken en 3. En hou die strek. Komt er wat dichter bij je cameraman? Kijk, het belangrijkste is je moet lekker strekken. Weet je waarom? Want wanneer je dit doet. Wanneer je alleen zo gaat doen, je weet toch? Dan krijg je die kleine biceps. Je moet hem lekker strekken. Dan krijg je lange biceps. Peur, ah ouais, elle est partante. Ouais. Le gérant vient de partir. Boum 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 boum. J'ai au portier de bloquer. Ouais. Ça va finir dans le local. Ouloulou. J'quitte le poche, m'en bats les couilles. Ouais. J'la charge en Vespa. La 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 la. Bouteille de Belvedere. Ouloulou. J'ai croisé mon père. Boum 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 boum. Et tout Marseille crie. Ouais. Bij deze oefening is belangrijk om je biceps naar binnen te houden. Ja, level. Yes, kijk, houd je elleboog naar binnen. Met je automatisch ga je elleboog naar buiten. Houd ze naar binnen. Ja, het is gewoon licht. 1. En 2. Montpellier crie. La 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 la. Tout Paname crie. Ouloulouloulou. Tout Lyon crie. Boum 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 boum. Et tous les Tchèques crient. Ouais. Et toutes les villes crient. La 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 la. Et tous mes frères crient. Ouloulouloulou. Et toutes les sœurs crient. Boum 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 boum. Deze man wil graag in huis, man. Ik zeg, als je 10 keer pakt, dan mag je in huis doen. Hij begint gelijk daar spontaan 10 te pakken. Terwijl hij bij de volgende sessie geen 10 pakt. Eeuw, ja, deze man wil dus naar huis. Dus gaan we lekker naar huis toe. Neem jullie nou mee naar mijn occasions. Gaan daar even een beetje chillen. Gaan mijn brother laten zien wat ik in mijn dagelijks leven doe. Hij mag even een zondagje met mijn bicep eventjes een beetje gek doen. Hij gaat me zo meteen, hij denkt dat hij pannen kan geven. Ik zie al via die beeld dat je daar met je bicep aan het laten zien. Snap je? Mijn bicep blijft scherp ten alle tijden. Ik zie jullie zo meteen bij mijn occasions.
Fuck het dan aan Bradas, we zijn hier zo, je moet goed eten. Dus ik ga mijn Bradas laten zien wat ze moeten eten na die gym sessie. Ah, yeah, Mexicano toch? Mexicano sowieso, Bradas. Fuck het dan niet. Ja, 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 we gaan eten, papa. Je moet goed eten, want die eiwitten moeten hoog blijven nemen. Je moet goed eten, Bradas, maar nu zin het niet voor kipfilet. Moet hoog. Eiwitten moeten hoog. Altijd dan niet. Eiwitten moeten hoog. Check deze vlog, check deze brother, blijf hem volgen op al zijn kanalen. En voor deze man, je gaat veel van hem horen, man. In de toekomst. Beste papa. Goed. Het is je boy Toes, alhamdulillah. We hebben net gegeten. Voor alle mensen die eten, standaard. Bismillah voor het eten, alhamdulillah na het eten. We zijn nu richting Mayo Kitchen. Dus ik neem jullie allemaal weer mee. 150 en shit, 250 en bus. Juste après, je me caler avec une gadget à la tour 4. Je brigue du Tupac, je pète ouais sous Jack. Avec les coupards, j'ai une tête coupable. Je suis à la K1, ouais, 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 ouais. Je vais à la K2, boum, 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 boum. Récupérer la frappe, ouais, 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 ouais. Dans le pochon. We zijn beland bij de wachtruimte van Mayo Kitchen. Mobicep is hier, hij denkt ik zie jou niet. Ah, die camera, broer. Hij ziet jou, wij zijn aan het onderhandelen. Want als we een oudje zo zetten, betekent dat verkocht. 1200, nee 1600, dat zeg je. Allah, red goed automaat, dat zeg je. Ola, kijk, ik zit je op mijn Snapchat, dat zeg je korting. Ja. Het is je boy, we zijn beland bij Mayo Kitchen. Garage van niemand minder dan Mobicep. Op mijn Snapchat heb ik gezegd dat ik Mobicep zou bezoeken. En mijn volgers mochten mij 8 vragen stellen die ik hem zou stellen. Ben je er klaar voor, broer? Ik ben er sowieso klaar voor, brother. Ik had een vraag van Elhad 3. Waarom ben je begonnen met gym? Waarom ben je begonnen met gym te slopen? Met gym te slopen? Waarom ik ben begonnen? Ik was gewoon een beetje dik geworden, man. Niet mee. Ja, ik was 107 kilo. Je weet toch, als je 107 kilo weegt, ja. Wat moet je dan gaan doen? Dus, ja, omdat ik gewoon te zwaar was, broer. Dat is waar. Dus mijn antwoord daarop is gewoon dat het te zwaar werd. En ik moest gewoon iets doen aan mijn lichaam. Dus ik dacht, ja, ik moet afvallen. Dat was gewoon mijn reden. Ik heb nog een tweede vraag van Amal Food. Zoals jij dat was goed, broer. Wat is jouw grootste motivatie geweest om af te vallen? Mijn grootste motivatie, ja, dat is ook een beetje hetzelfde vraag eigenlijk. Wat is mijn grootste motivatie geweest? Mijn grootste motivatie was gewoon geweest dat ik gewoon moest afvallen. En ik dacht, als ik zo langer doorga, dan komt het niet goed, snap je? Ik moet gewoon afvallen en ik moet gewoon afvallen. Dat was gewoon dat is mijn motivatie. Ik zag gewoon mezelf, ik was mezelf als motivatie, zag mezelf gewoon. Ja. Dan hadden we nog een vraag van Avin Kurt. Nooit meer trainen of gezond eten. Nooit meer eten of nooit meer gezond? Nooit meer gezond eten of nooit meer trainen? Broer, dat zijn twee dingetjes die tegen elkaar inwerken. Nooit meer trainen is moeilijk, man, broer. Maar kijk, nooit meer gezond eten, ja, dan heb je eigenlijk ook niks aan die training, snap je? Want als je traint, dan moet je gezond eten en je moet goed eten, snap je? Dus het is een beetje, ja, maar nooit meer trainen, dat gaat sowieso niet door. Dus het is sowieso, ja, dan nooit meer gezond eten. Een vraag van Marwan MK. Hoe lang heb je ervoor getraind om je lichaam te veranderen? En hoeveel woog je toen je klein was? Hoeveel woog ik toen ik klein was? Toen ik klein was, woog ik. Hoeveel woog ik toen ik klein was? Op welke leeftijd? Ik begon op mijn 21ste, toen ik 21 was, en toen woog ik 107, man. Vroeger was ik wel wat dunner, maar ja, het was een tijdje dat het gewoon uit de hand was gelopen en toen woog ik 107. Dus zijn antwoord daarop is 107 kilo toen ik begon. En die eerste vraag was: hoe lang heb je ervoor getraind om je lichaam te veranderen? Naar de lichaam die je hebt. Vanaf 2012, 1 november 2012 precies. Dan heb ik nog een vraag van Ayub Kadouri. Wie is jouw favoriete voetballer? Mijn favoriete voetballer? Buiten mij, broer. Buiten jou, ik wil jou gelijk kiezen, man, broer. Dat is eerlijk, hoor. Mijn favoriete voetballer? Ik heb niet echt een favoriete voetballer. Maar als je een favoriete voetballer hebt, dan zou ik denken Cristiano Ronaldo, man. Ja? Hem vind ik wel echt tranquilos. Ja, man. Cristiano Ronaldo wel, man, bro. Hij zet zichzelf ook in voor Palestina en zo en die dingetjes. Ja. Hij zet die chantjes daar, tuurlijk al niet voor. Messi is daar voor Israël, papa. Wij zijn moslims en brother, dat is Cristiano Ronaldo, man. Als je deze video ziet, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Mohammed, de Mobicep, de Mario Kwee met de Mayo Kitchen. Het is even volg hem op Instagram, Mobicep, lijnstreepje Motivation. Pak van L4 King, waarom doe je dit elke dag? Waarom ik dit elke dag doe? Ja, dan krijg ik van die people's in de show, dus toch, weet je wel. Nee, waarom ik de knip eruit? Nee, waarom ik dit doe? Ik zeg, ik vind dit gewoon leuk. En ik krijg veel mensen van, weet van België, Nederland, toch? Ze stelen me overal berichten van Mobicep, je bent mijn motivatie. En dit en dat, en dat houdt mij toch, gemotiveerd, man. Dus mensen denken altijd dat ik hun motiveer, maar hun motiveren mij. En daardoor motiveer ik hun, snap je? Dus de win-win situatie voor ons beiden. Vraag van Ranitje, nummer met dubbele R. Hoeveel uur train je per week? Nee, 3 uurtjes per dag. Wat is van jouw borstel van, broer? Nee, niet Spans, nee, man. Dat is gewoon die uur, mobiel.
Er is 21 uurtjes, 20 uurtjes, maar daarvan ben ik ook in de gym om mijn broeders te helpen. Je weet toch, die het wat moeilijker hebben en die oefeningen niet kennen. Je weet toch, sommige vloggers komen dan van België, die helpen dan een beetje. En die stellen dan ook een beetje. Maar praat jij niet over mij. Een vraag van Ashraf Shamsi, met dubbele S. Wat was jouw motivatie om een IKEA-kast te worden? Dus die IKEA-kast? Dat je dicht maakt. Wat was mijn motivatie om IKEA-kast te worden? Ik zeg, ja, weet je waarom? Ik stond een tijdje lang, ik stond 7 jaar zo bij leenbakker, je weet toch? Mijn leenbakker was niks, man. Dus ik dacht, ik moet de IKEA-kast worden, snap je? Dus ik dacht, IKEA, ik kom eraan. En toen twerkelde, je weet toch? Ik doe gewoon goed mijn best. En dat is ook wat ik tegen die volgers wil zeggen. Doe je best en blijf je best doen. Zo kom je er gewoon, snap je? Waar een wil is, is een weg. En niet waar een wil is, was ik weg. Dat is de motto. Eén dikke uitzien aan mijn broer. Was dat de laatste vraag, broer? Okay. Ik heb nog een vraag voor jou, broer. Je hebt nog een vraag in jouw vlog, yeah, zie je altijd het liedje van een potje. La 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 la. Lululululu. Hey, boom 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 boom. Waarom? Ik sta gewoon bekend op dat nummer sta ik gewoon bekend. Iedereen heeft ook een nummer. Ik heb ook prijzen gelegd van mijn occasion, sowieso. Link in de beschrijving, hard gelijk erin zetten, anders. Hey, toch? Nee, maar ik sta gewoon bekend met dat nummer. Als je dat nummer hoort, net zoals die van Keyblack, je weet toch? Als mensen dat nummer horen, dan denken ze gelijk aan de gym. Ik eet het nummer Small Beast, hola niet voor. Jullie weten wat dit betekent, ik ben weer onderweg naar de gym. Mensen weten dan dat Small Beast heeft, snap je? En dat is, ik vind het zelf gewoon een mooi nummer. En het brengt een beetje sfeer, man. En dat is wat we doen, toch? Waar heb je die plakkaatje van Mario Kirsch daar gehaald? Welke? Jantje. Plakkaatje van Mario Kirsch, daar zijn praten we niet voor. Heb je een beetje ingezond op die Mario Kirsch? Is een reclame, je weet toch? Wat kunnen mensen hier doen? Mensen kunnen hier zo een autootje kopen. Mensen kunnen hier een auto verkopen. Tegen zeer scherpe prijzen. Mario Kirsch is 24/7 service. Jullie weten, ik ben daar. Wanneer je mij belt, dan is het ochtend, nacht. Ik ben daar, brothers. Sterk. Rustig. Mensen, jullie zien het, ik heb jullie beloofd dat ik hem de vraag zou stellen die jullie mij zouden vragen. Die heb ik net gesteld. Nou komt er nog een deel voetballen waar ik hem een panas ga geven. Waarvan ik gymd, zijn er geen kwaliteit? Nou, naar mijn kwaliteit, voetballen, panna, vliegen. Wacht even, we gaan niet eens praten. Volg de camera gelijk. Ga gelijk naar buiten. Hij ging zomaar rustig mijn bicep panna geven. Hij is gewoon niet vroeger. Ah, maar die vroeger toen ik klein was, hè. Iedereen kent mij, ik was voetballer, broer. Ja, dat denk je, joh. Kom, wij kijken eens. Deze man is de man van de tricks. Ik ben gewoon van de gym. We hebben een leuke dagje gehad. Het was super. Volg mijn brada. Volg mij, mijn bicep. Volg hem het meest. Ik ben gewoon hier zo, brada. Eén dikke S. Vond je deze video leuk? Abonneer. Abonneren, liken, delen, blauwe duimpjes omhoog. Als jullie de blauwe duimpjes niet omhoog doen, kom ik jullie ophalen, brada samen. Kom je ophalen? Kom ik je ophalen? Nee, moet al. Blauwe duimpjes omhoog, bro. Liken, delen, abonneren op zijn kanaal. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de vorige vlog samen met Opa Norma, die ook hard ging. Heb je dat niet gecheckt? Ga je dat ook checken? Sowieso liefde naar iedereen die me steunt. Maar wacht even, hoor. Wat een conditie, man. Nee, conditie is laag, papa. Gewoon niks, gewoon laag. Kijk het. Ik wil liken, delen, abonneren en ik zie jullie snel, brothers.